Jongens, welkom bij een nieuwe Loot Crate Unboxing. En in dit geval de Loot Gaming van de maand januari. En Tom heeft mij de opdracht gegeven om deze open te maken, omdat de gaming shit die erin zit in de lijn ligt van mijn smaak. En het eerste wat je opvalt als je de doos ziet, is dat hij een andere vorm heeft. Vierkant. Kubus. Wat weird. Dat vonden wij ook. Maar goed, we gaan hem gewoon openmaken. En, wacht, even. Ik zat net... Oké. Jemig. Het is een Rubik's Cube, whatever the fuck. Nou goed, maar niet uit. Hij kan gewoon echt oprecht niet open zo. Oh, wacht hier. Oh shit. Het is een echte typische Gamersnet unboxing. Deze video's worden heel erg gewaardeerd, jullie. Daarom maken ze ook altijd wat langer. Dus we hebben besloten om de unboxers ook geen gereedschap meer mee te geven. Om te zorgen dat er nog meer slaf geouderd wordt in deze items. Dus jullie hebben hier zin. Wow, dit vind ik echt heel cool. Wat awesome. Het thema was wild, toch? Wild. Hoe vet is dat? En, zal ik deze maar gewoon gelijk laten zien? Dit is een t-shirt. Oh, dit is heel vet. Dit is een t-shirt van Resident Evil 7 Biohazard. Het is niet wild. Het hoort helemaal niet bij mij, deze Loot Gaming. Heb ik het nou verkeerd gedaan? Het is gewoon een andere Loot Gaming. Jij hebt gewoon die van februari gezegd. Nou, anyhow. Dit is een t-shirt van Resident Evil 7. Super vet. Ik vind hem mooi. Een stijlvol. Kijk, staat logo op de achterkant. Hoe vet is dat? Maatje M. Tom heeft weer een mooi shirt. Alsjeblieft. Ja, dat krijg je voorlopig nog wel te horen, kan ik jou vertellen. Nu hier staat... Oh, wacht. Hè? Er staat hier unfold en flatten. Flip en refold. En dan heb je een companion cube. Nee. Snap jij dat? Is het een van de rare Japanse... Oh, is dat dit ding? Oké. Weet ik veel. Wat is het thema? Ik wil het nou weten ook. Nee. Dit is echt totaal niet mijn Loot Gaming. Maar niet uit. Ik pak het uit. Wat is het? Je moet af en toe even roepen wat het is, want ik weet het oprecht niet. Is het de Power Rangers? Ik zou zeggen dat... Oh, dit is de Mega Man. Ja, oké. Maar dan de rode Mega Man. Hoe vet is dat? Ik vind het wel een tof poppetje. Kan niet anders zeggen. Want ik hou altijd van poppetjes die een beest erbij krijgen. Want als je een beest erbij hebt, dan staat alles altijd direct mooier. Vind je niet? Kijk. Kijk, hoe vet is dat? Dit is de Mega Man figurine uit dit pakket. Dan hebben we, en dit vindt Tom heel tof, een portal stropdas. Dat is echt fucking episch. Dit is echt voor de volgende hipster hitman het item. Hoe cool is dit? Dat wil je toch? Maar dat is ook niet, het is ook fucking subtiel. Dus je staat ook niet voor gek als je hem gewoon draagt op gewone events of zo. Dan hebben we nog de exclusief van Loot Gaming Psychonauts. Item. Tenminste, ik neem maar dat Exclusive Loot Gaming is, want het staat erop. Dus, dit is echt te vet. Blijf mij aankijken. Dit is echt te vet geworden, nou. Ik hoop dat hij een beetje past. Au. Hoe vet is dit? Dit is echt de beste skibril die ik ooit om heb gehad. Kijk dit. Dit is de Psychonauts. Ja, glasses of zo. Super vet. Oké, en dan hebben we natuurlijk, het is de Science, Mad Science, van januari 2017. En dat, ja, dat is ook wel te zien, hè? Mad Science, alles wat mis is gegaan, Mega Man. Is de pin. En dit is de pin, ja, die pinnen wij altijd netjes bij ons boven in de kast. En als altijd heb je een, de cube die je moet, dat is deze cube. Oké, en als altijd hebben we natuurlijk een poster die... Dat hebben ze deze maand niet zo heel goed gedaan, want het is eigenlijk niet... Unbreakable eruit te halen bijna. Nou, dit is de doos. De doos ook vet. En de poster is natuurlijk wel altijd wat meer informatie te vinden is over de verschillende dingen in Loot Gaming. En het is ook nog een hele vette Mad Science poster. Check deze. Dat vind ik serieus een mooie poster. En hier staat alle info op van dit eigenlijk. En je maakt ook altijd nog kans op vette goodies. En dat is dan deze van Portal. Portal Gun. Vet. Dit was Loot Gaming Crate van januari 2017. Het nieuwe jaar is begonnen. Wat vinden jullie ervan? Laat het ons vooral weten in de comments. En mocht je zelf die Loot Gaming en Loot Crate dingen vet vinden, kun je ze bestellen via gamersnet.nl/lootcrate. Help je ons ook mee en je helpt jezelf met een toffe korting. Dus win-win zou ik zeggen. En als je het niet vet vindt, kijk je gewoon 2 keer per maand deze items. Onwijs bedankt voor het kijken. Binnenkort een nieuwe Loot Crate unboxing. Tot dan. Tot later. Vrede uit.